Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Van Heugde Transport. De zon schijnt vandaag op de Bree-Oost en dus heerlijk voetbalweer. Achillesveen is vanmiddag de tegenstander, een ploeg die 3 punten meer heeft dan Scherpenzeel. Het zou dus mooi zijn als de 3 punten in eigen huis blijven, dan behouden we de aansluiting. Het is direct opletten geblazen. Al in de 2e minuut komen de bezoekers namelijk op 1-0 voorsprong. De voorzet vanaf de linkerkant wordt goed ingekopt. Scherpenzeel moet dus al vroeg in de wedstrijd in de achtervolging. Een paar minuten later is het Achillesveen dat weer gevaarlijk is. Er zijn dan nog altijd pas 5 minuten gespeeld. De bal wordt diep gegeven. Onze keeper Stef wordt dan omspeeld. Maar gelukkig kan de bal weggewerkt worden. Scherpenzeel begint dus heel matig. De eerste kans dan voor de thuisploeg. Na 10 minuten is het Arwin die de diepte in wordt gestuurd. De bal werd nog geblokt, dus Scherpenzeel houdt nog wel een corner over. Dan de Komi achter de bal en die corner vliegt er dan nog bijna in ook. Scherpenzeel dus 2 keer gevaarlijk in 1 minuut. 10 minuten later. Tefik geeft van achteruit een goede bal op Arwin. Die lijkt zich hier dan vast te lopen. En misschien wordt er ook al een overtreding gemaakt, maar er wordt niet gefloten. Scherpenzeel gaat door en uiteindelijk belandt de bal voor de voeten van Izzy. En die moet je zo'n kans niet geven. Via de binnenkant van de paal schiet hij de gelijkmaker binnen. Hier nogmaals het treffen van Ismael. De wedstrijd is weer in evenwicht na zo'n 20 minuten spelen. De thuisploeg wordt dan sterker. Een mooie opening hier van Anouar, die met zijn pas Murat bereikt aan de linkerkant. Murat zoekt dan Izzy. Maar die komt net een teenlengte tekort. Zonde, daar had misschien meer in gezeten. Dan even later is het Achilles weer. Zo golft het heen en weer. De mee naar voren gekomen rechtsback, Rico Geroms, krijgt de bal met wat geluk mee en hij kan voorgeven. De bal gaat aan iedereen voorbij, maar wordt binnengehouden aan de linkerkant van het veld. De bal komt dan weer voor. Scherpenzeel verwerkt hem niet heel goed en uiteindelijk moet Stef redden op de inzet vanaf de 16 meter. Even later is het dan Arwin weer aan de andere kant, na een goed half uur spelen. Met links haalt de spits verwoestend uit na een prima lange bal van Stef, maar de bal eindigt op de vuisten van keeper Jordi Zielschot. De thuisploeg mag dus weer een corner nemen. De corner gaat aan iedereen voorbij en dan staat Tefik daar nog achterin te wachten. Hij schiet en is dat Hens? Ja, zeg het maar. De scheidsrechter vindt in ieder geval van niet. Maar gelukkig hebben we de herhaling nog. We zijn dan inmiddels aanbeland in de slotfase van de eerste helft. Na een schitterende aanval over de linkerkant belandt de bal via Nakomi en Izzy uiteindelijk voor de voeten van Anouar. Wat een kans was dat zeg, maar weer redt de uitstekende keeper Jordi Zielschot en hij houdt zijn ploeg dan ook op de been in deze fase. En zo gaan we rusten met 1-1. In die tweede helft is de eerste kans weer voor de bezoekers. 3 minuten na de rust gaat deze bal net voorlangs nadat de corner kort genomen werd. En het is net als in die eerste helft direct opletten geblazen. In de 51ste minuut is het Nakomi met misschien wel de allergrootste kans van de wedstrijd. Hij speelt de bal net iets te ver voor zich uit, komt dan niet helemaal goed uit en stuit vervolgens op de keeper. Wat een kans op de 2-1 voorsprong, laat Scherpenzeel daar liggen zeg. En die missers komen de thuisploeg in die tweede helft uiteindelijk duur te staan. Eerst is het Björn die de overtreding maakt, onnodig daar, maar de bal gaat op de stip. En zo kijkt Scherpenzeel na een reeks gemiste kansen alsnog tegen een achterstand aan. Na bijna 70 minuten spelen is het Stef die eerst nog prachtig redt. Maar in de daaropvolgende aanval krijgt Timo de bal tegen zijn hand en wederom gaat de bal op de stip. Wat een cadeautje voor de bezoekers en wat kinderachtig gegeven. Timo kan geen kant op met zijn hand en dat is in de herhaling ook goed te zien. Maar de bal dus weer op de stip. En Achillesveen weet wel raad met dit cadeautje. 1-3. En dan gaat het hard, want niet veel later gaan Björn en Stef hopeloos in de fout. Ze doen eigenlijk allebei niets en de bal valt zomaar binnen. Wat geeft Scherpenzeel het weg in die tweede helft? De thuisploeg creëert zelf 3-4 kansen, maar scoort niet. En de bezoekers hebben daar veel minder moeite mee en maken de kansen wel af. De ruimtes worden dan wel erg groot in die laatste fase. Stef moet nog een aantal keer redding brengen, zoals bijvoorbeeld op dit schot vanaf de linkerkant. Uitstekende redding overigens van Stef. Met nog een kwartier te spelen gelooft Achilles het wel en neemt wat gas terug. En Scherpenzeel zet daar vrijwel niets tegenover.
De ingevallen Mark de Graaf krijgt de bal 5 minuten voor tijd nog bij Nkomi, maar zijn inzet is veel te zwak. Zo verliest Scherpenzeel uiteindelijk met ruime cijfers. Dinsdag wacht alweer de volgende tegenstander, dan wordt er namelijk ingehaald tegen Zwaluwe.